Cambuur bij Leeuw Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening, Energieinspectie Friesland, verduurzaamd vastgoed en Bier en Ballen voor ondernemers die met de factor fund zaken doen met elkaar. Trotse supporters van SC Cambuur. Michael Breij, de meest recente aanwinst van Cambuur. Meteen op trainingskamp met de jongens, dat is wel lekker, hè? Kan je elkaar meteen even leren kennen. Ja, precies. Het is lekker dat we ook 10 januari al wedstrijd hebben, want dan gaat het allemaal wat sneller. En trainingskamp is altijd goed, want dan zit je op elkaars lip en dan kun je met iedereen even een praatje houden en dan elkaar leren kennen. Ja, je bent nu ongeveer 2 weken bij Cambuur. Hoe bevalt het? Nou, ik ben er nog 2 dagen. Nee, jij bent nu 2 dagen, maar 2 weken geleden heb je je contract getekend. Ja, prima. Kijk, toen ik wist dat Cambuur hier interesse in mij had, had ik al echt een goed gevoel. En ik wou heel graag weg bij Groningen. Dus dat was gewoon een heel lekker gevoel. En nu zitten we het ook wel lekker in. Goede sfeer, moet ik zeggen. En op training ook wel aardig niveau al. Ja, want dat is misschien ook wel een logische stap, hè? Van Groningen dan naar Cambuur. Het is redelijk in de buurt. Andere jongens hebben het ook zoals Van der Kaap gedaan. Is dat gewoon ook een logische stap geweest voor jouzelf? Het heeft niet per se te maken met dat het in de buurt is. In eerste instantie wou ik gewoon echt heel graag weg bij Groningen, omdat dat een dood eind was. Alleen, Cambuur, mooie club, staan eerste nu. Hebben mooie ambities, mooie visie voor de club. En die hebben echt een idee en dat sprak mij gelijk aan. Dus vandaar eigenlijk de keuze, ja. En je komt dan binnen bij de koploper van de keukenkampioendivisie. Dan is het wel lastig om je dan in de waas te knokken, hè? Ja, ik moet zeggen, een van mijn kwaliteiten is wel gas geven. Dus ik zal gewoon op training en de minuten die ik krijg, zal ik gas moeten geven. Maar natuurlijk, het was ook wel een afweging van, ze staan eerst, ze voetballen echt heel goed. Dus moet je er dan heen? Maar aan de andere kant denk ik van, er kan zoveel gebeuren waardoor je wel gaat spelen. En doe ik het goed, weet je, dan weet je ook niet wat er gaat gebeuren. Dus die afweging was snel gemaakt. En ze hebben gewoon een hele goede ploeg. Dus ik ga eerst maar even de eerste 2 weken een beetje aapjes uit de boom kijken. En dan zie ik wel wat er gebeurt. De concurrentie is moordend, dus wat ik al zei. Wat voor speler ben jij? Wat zijn jouw kenmerken? Ja, ik ben sowieso een aanvallende middenvelder. Ik kan ook aan de zijkant spelen. Dus op meerdere posities inzetbaar. Spelen met diepgang, scorend vermogen en agressiviteit in druk zetten. En maar gaan hoop ik dat ik een basisplekje ga veroveren. Maar je bent met de visie gehaald om voor het aanvallende middenveld positie? In eerste instantie wel, ja. Dus dat is ook denk ik mijn positie waar ik het best uit de voeten kan. En dan hopen dat je zo snel mogelijk minuten kan gaan maken. Een basisdebuut, dat bevalt je wel goed, hè? Ja, dat was tegen de trainer. Ja, dus dat was wel mooi. Toen ik hem voor het eerst sprak, zei hij dat ook gelijk. Dus was een mooie opener. Maar ik hoop dat het snel gebeurt, basisdebuut. En nu hard trainen en hopelijk zien we je zo snel mogelijk op het veld. Ja, zeker. Dat hoop ik wel. Dan hoop ik weer dat ik een interview van jullie krijg, na een paar doelpunten. Ja.